Een verloren match is onze eigen schuld die we hebben rechtgezet. Oké, dan moet je maar genieten. Wacht, jij regelt vast te maken. Liepen te ver van de man, lieten we hun te veel voetballen, niet genoeg op de tweede bal. En dan onder de rust, ja goed, hebben we bijgesteld en hebben we ook onmiddellijk gereageerd, denk ik. We krijgen dan opnieuw een opdoffer met de 0-2. En dan, ja goed, dan nemen we risico's, nemen we verdediger af, zetten we aanvaller bij. En ja goed, Freddy toont zijn waarde, hè. Dus... Als je zo'n wedstrijd die verloren gaat, kan terugkeren en 2-2 kan maken, dan is iedereen zeer tevreden over dat resultaat. Ik denk dat een verloren match wordt omgezet in een punt. En dat is altijd positief. Hoi, luisteren. Voordat je onmiddellijk het huis vertrekt, met niemand meer in contact komt. En morgen vroeg zijn we hier getest. Ja, wij worden eigenlijk onder de rust... krijgen we een mededeling dat een speler van ons positief getest heeft. Ja, dat is los van alle sportiviteit. Ik bedoel, dit gaan wij constant meemaken. En dan kan je de vraag stellen, wat heeft dit voor zin? Ik hoor ook dat Dessel, Mandel United niet is doorgegaan. En de herfst gaat nog maar beginnen. Hè? Dus ik vrees ervoor. Wij zetten in Eerste Nationaal eigenlijk zomaar... te voetballen tegen elkaar zonder testen, hopen dat iedereen fit is. Maar dit is, eigenlijk is het waanzin. Hè. Ik denk dat de gezondheid van iedereen op nummer 1 moet staan. En we moeten toch eens dringend gaan nadenken van welke protocollen we moeten gaan volgen, ook in het amateurvoetbal. Dat is al wichtig dat ik die 2 toren gemaakt heb. Maar dat wichtig is dat ik mijn mannschaft damit geholpen heb. Dat is een punt. Hier zu haben.